Vandaag ben ik op bezoek bij Helen Leroy. Ze is expert in de Nine Star Key astrologie. Dat is een van de oudste vormen van astrologie ter wereld. De Chinese leer die inzicht geeft in waarom we zijn zoals we zijn of waarom we de dingen meemaken die we meemaken. Ik ben benieuwd naar haar verhaal. Welkom. Welkom dat jullie er zijn om iets meer te weten over Nine Star Key. We hebben in de Chinese elementenleer 5 elementen. Hout, vuur, aarde, metaal en water. Alles in de natuur en wij heeft 1 of meerdere van deze elementen. In de Nine Star Key werken we dus met die energiestromen, met die elementen. En aan de hand van de geboortedatum kunnen we dan weten wat jouw ons element is. Wat is jouw geboorte? 27-09-1975. Oké, nou, dan gaan we dat uitrekenen. Hè. We rekenen altijd eerst 1975 het geboortejaar uit. Ja. Tellen we alles bij elkaar op. En dat trekken we af van 11. En dan komen we in jouw geval op 7. Heb je dat zo snel gedaan? Ja, dat weet ik wel uit mijn hoofd in al die jaren. Maar 75 is een 7 jaar. Jij kijkt vrouwelijk de wereld in. De 7-energie is overgevoelig. En dat kan zijn dat als jij in ruimte binnenkomt of iemand ontmoet, dat je eigenlijk voordat die persoon zijn mond open gedaan heeft, al voelt hoe het in elkaar zit. Mm. Klopt dat bij jou? Heb jij een sterke intuïtie? Ja, ik weet niet precies. Maar ik kan vaak wel een situatie aanvoelen. Ja. Zo zal ik het maar zeggen. Want wat wij zeggen bij de 7, die heeft hemelintuïtie. Mm. Dus die snapt zelf ook niet altijd hoe dat nou weer kan, dat hij dat allemaal voelt en weet. Maar dat is wat jij hebt. Mm. Kijk, jij hebt dus die zachte vrouwelijke energie zoals je de wereld in kijkt, met veel intuïtie. Enorm talent voor netwerken. Mm. Jouw ouders hebben jou eigenlijk niet hoeven opvoeden. Oh. Want de 7 voedt zichzelf op. Die weet zich altijd in alle situaties heel goed te gedragen. Ik vind dit heel treffend. Het lijkt alsof je het over mij hebt. Ja, dat is toch geweldig. Ja. Maar kijk, toen jij geboren werd, stonden de huizen zo. Stond de 7 in het midden. Was het een 7 jaar. En wat bijzonder is, het is dit jaar ook een 7 jaar. Ja, dus jij zit eigenlijk in de energie van ook van eens in de 9 jaar van je geboorte. Ja. Oké. Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Hij is nog steeds effectief, hè, vanuit de winkel. Ja. Even kijken, Rob. Ja, ik ben natuurlijk burgemeester hier uit het Tempelbos. En ja, de afstand die wij nu aan het creëren zijn met de burger wordt natuurlijk wel groot. Hè? Nou, de burger voelt aldoor al heel erg die afstand. Die Soesterbergers die zijn heel verdrietig. Die voelen zich niet gezien, niet gehoord. Die denken, wat zijn die lui in Soest aan het doen? In Soest heb je heel veel groen en leuke dingen en hier wordt het een betonblok. Wat doen jullie hier midden in het bos? Actie voeren. Actie voeren, ja. Ze willen hier vanuit de gemeente Soest 300 woningen zetten. En wij zijn daar heel erg op tegen. Want in deze tijd, hoe kun je het in je hoofd halen om dit plat te gooien en 300 woningen neer te zetten? Op welke manier gebruik jij die Nine Star Key filosofie om nou ja, ook voor dit soort acties bijvoorbeeld? Ja, dit jaar is, als we kijken op wereldniveau en op plaatselijk niveau, is het jaar van transformatie. Het is een jaar van heel veel confrontatie met jezelf, met de politiek. Kijk, op wereldniveau, er gebeurt zoveel. Eigenlijk krijgen we allemaal een spiegel voor onze neus. Waar zijn we nu mee bezig? En wij versterken dat eigenlijk door die filmpjes om de gemeente te laten zien, waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig? Je hebt veel meegemaakt in je leven. Kan je ons iets vertellen van wat je allemaal op je bord gehad hebt?
Ja, toen ik 11 was is ons huis afgebrand. Wij woonden boven de zaak, een horecabedrijf. En zijn veerster ging naar de bus. En die dacht, ik moet helemaal niet naar die bus, ik ben op de fiets. Dus die draait zich om en ziet die hele bovenhuis in brand. En dus dat is een ding. Mijn vader heeft, toen ik 21 was, zelfmoord gepleegd. Dat was heel traumatisch. Maar dat maakte steeds maar dat ik gewoon het niet begreep. Deze nine-star-key-filosofie, is dat jouw middel om tot verlossing te komen of zelfrealisatie? Een van de middelen. Acceptatie daarvan, dat geeft heel veel vrijheid in je leven. Dat diepe inzicht. Mm. Want als je gewoon je realiseert, ja, je hebt die code, maar dat is nou eenmaal zo. Of het komt en het gaat. Relax. Je hebt een zoon gekregen met het Down-syndroom. Wat in de eerste instantie natuurlijk totaal niet is wat je verwacht. Ik stond de standvoeten op de vloer van hoe kan dit nou? Hè? Dit was onze liefdesbaby. Helen, we zijn niet alleen nu. Ja, wij zitten hier met Olivier, mijn jongste zoon. Met Down. En wij hebben heel veel plezier in ochtendwandelingen maken in het oude tempelbos. Ja, dan slenteren we eigenlijk een beetje in de natuur en huggen. Ja, je kan eigenlijk zeggen dat het een soort meditatie is. We gaan een stukje lopen. Ja? Kom, een stukje lopen. Olivier is van de hoeden, zie ik. Ja, je hebt heel veel hoeden, hè? Je hebt wel 40 hoeden, denk ik. En bij iedere stemming past een hoed. He, dus hij heeft ook hele hoeden met lichtjes erop en zo. Ja. Dus dat is fantastisch. En dat heeft hij al als 2-3-jarige. Wat maakt Olivier zo bijzonder? Olivier verbindt. Ja, dus die heeft een hele zachte tederheid. En weet je, dat is ook altijd grappig, want we doen ook altijd die handjes voelen. Hè? En dan voel je ook, ja, een enorme zachtheid heeft hij. Hij verbindt, hij zorgt dat mensen ook allemaal dan even aangeraakt worden. Ja, ja. En je hebt wel eens gezegd van ja, een verlichte ziel. Ja. Wat doe je daarmee? Hij is natuurlijk niet bewust verlicht. Hè. Dat proces heeft hij niet doorgemaakt. Hij leeft in het moment. Hij ervaart gewoon verdriet, vreugde, alles. Zonder daar een hele verhaal omheen te bouwen. En dat accepteert hij. Wat een cadeau, hè? Ziel, ja. Ja, absoluut.